twee, drie. Een felrode bank is het middelpunt van vier voorstellingen in cultureel centrum De Schakel in Geelze. Een beetje draaien hier die helling af. De vier shows in De Schakel nu, dat is onze basis. Dat gaat lekker, hè? Rolt goed. Maar we willen natuurlijk ook meer mensen met elkaar verbinden. Dus we willen ook buiten die muren gaan kijken. In het park. Het is wel goed dat ik jou tegenkom inderdaad, want ik heb jou nodig denk ik. Want we gaan hem met zo'n rond vier gaan natuurlijk nog groter aanpakken. Je moet er wel een keertje komen, hè? Als je een zondagmiddag echt wil beleven, ja? Ja, dan moet je bij De Schakel bij zo'n rond vier zijn. Zo 104 schakelt snel van talkshow naar popconcert, van film naar spelshow. En dat allemaal door Geelzenaren vrijwillig in elkaar gezet. Ja, wat wij eigenlijk doen is eigenlijk lokaal talent een podium bieden. En daar is de bank eigenlijk het symbool van. Wij nodigen echt mensen uit de gemeente. Dus we zetten die even in de spotlight. Ja, we begonnen eigenlijk met een ideetje van 2-3 mensen. Dat we dachten, dit moet kunnen in De Schakel op een zondag. Nu zijn we inmiddels met een kleine 25 man. Nou, het leuke vind ik eraan zeg maar, dat je je eigen dorp ook beter leert kennen. We maken een show met eigen film, documentaires in het dorp. We hebben live muziek. We hebben een platenkast waar een platenverzamelaar zijn eigen edities laat zien. We hebben een quiz, maar altijd specifiek verrassen, nieuwe dingen laten zien. Controversial act! Normaal zitten we in de zomer, hebben we een beetje rust, dan gaan we naar de winter toe. Nu met de derby gaan we natuurlijk vol gas door. Want nou gaan we natuurlijk voor de finale willen we Geelze op de kaart zetten.